De 3D-printers hebben heel duidelijk de mainstream bereikt. Dat er een nieuwe industriële revolutie zal plaatsvinden die gevoed wordt uit de 3D-printers die bij hobbyisten en amateurs thuis staan. En Erik Schmidt, dat is de bestuursvoorzitter van Google, die stelt in zijn boek The New Digital Age dat 3D-printing ons zal beschermen voor het verlies van ons cultureel erfgoed. De rol van 3D-printing die in het artikel van The Economist en in Erik Schmidts boek geschetst wordt, is uiterst positief. 3D-printing leidt in deze visies tot een vernieuwend impuls voor de creatieve industrie en bovendien geeft het ons de mogelijkheid alle culturele pareltjes die wij hebben nog een keer te printen. De concepten over de mogelijkheid dingen in 3D te printen zijn nog veel ouder. Ze zijn bijna zo oud als de enthousiasme over mediatechnologie zelf. Ze gaan dus meer dan 100 jaar terug. Het is duidelijk dat er nieuwe aandacht voor 3D-printing is en dat terecht. Dalende prijzen, makkelijk te bedienende toestellen, de beschikbaarheid van blueprints die makkelijk te delen en te bewerken zijn, maakt 3D-printing nu toegankelijk voor een breed publiek. Dus vastwel is 3D-printing binnenkort een nieuw hoofdstuk in de zogenaamde copyright wars, wat voor de film- en de muziekindustrie het probleem werd met gedigitaliseerde mediateksten, zou nu een probleem kunnen worden voor een producerende industrie van onderdelen voor machines en apparaten, dingen waarop patenten staan, tot een grote industrie van merchandising en speelgoed. Daarom is het ook juist zo belangrijk dat deze mediapraktijk, die met betaalbare 3D-printers nu terechtkomt in de handen van een breed publiek, ook ter discussie gesteld wordt. En deze tentoonstelling is daarom ook broodnodig, niet alleen om mensen te laten zien hoe het eruit ziet, maar om ze ook aan te zetten om na te denken wat voor discussies wij moeten voeren als publiek. Want wij zijn toch degene die nadenken over de implementatie van technologie in ons leven. En niet degene die heel snel enthousiast hierover schrijven of verroepen dat wij bang moeten zijn voor de mogelijke wapens die iedereen gaat downloaden. De combinatie van skills, toegankelijke technologie en een wereldwijd netwerk van geïnteresseerden heeft al in de jaren 90 tot fantastische innovaties geleid. Helaas gaat de politiek in Nederland ervan uit dat innovatie top-down gestuurd kan worden. Ik ben het hier niet eens mee en denk dat veel innovatie juist ontstaat in de periferie van de geëtableerde productiekanalen. Juist in de maker labs, in de hackerspaces, in de kunstscholen en in plekken zoals Setup. Ik vind het daarom ook belangrijk dat wij dit als een podium gebruiken om aandacht te trekken voor deze perifere, voor deze fringe production communities. En duidelijk maken dat de innovatie dus juist niet in een laboratorium plaatsvindt waar iemand innovatie gaat plannen. Dat gebeurt heel zelden. Dus heel veel succes met deze tentoonstelling en veel aandacht daarvoor.